Dit is Cliphuis TV. Hier naast mij staat José Houbé, dames en heren. Misschien zegt die naam je nog niks, en zeker voor de jongere kijkers, wij wel. Want José Houbé heeft een hele grote hits gehad, ook als solozangeres. Ja. Ik herinner me zelfs nog I Will Follow Him. Ja, dat klopt. 1 in de top 40. Nummer 1, ja. En toen heb je nog een duet gedaan met Bonnie Sinclair. Ik heb diverse duetten gedaan met Bonnie Sinclair. Ron Brandsteder. Dat wil ik zeggen. Ook met Ron Brandsteder, Solo Marian. En dat was heel leuk. De Luftheid, wat doet dat aan je? De Luftheid is, waar ik geboren ben als artiest, zeg maar. Tenminste, als succesvol artiest. Ik heb natuurlijk daarvoor ook wel dingen gedaan. Maar, wat dan? Willen we weten? Nou, ik heb met mijn twee zusjes en een vriend heb ik alle folkclubjes voor opgetreden. En daar ben ik ontdekt door Piet Sauer, die samen met Hans van Hemert Luf ging formeren. En die heeft mij toen gevraagd om of ik deel wilde nemen in een groepje van 3 meisjes. Dus als ik zeg Waldo van Dungen, wat zeg je dan? Dan zeg ik te leuke man. Ja, meen je dat? Te leuke man. Tolle vrouwen, hè? Ik ben op zijn 80 jaar, toen hij 80 jaar werd, ben ik door zijn dochter uitgenodigd. Want hij zei, mijn vader vond jou toch wel heel leuk. Dus ik ben op zijn 80, toen hij 80 jaar werd, ben ik op zijn verjaardag geweest. Ga ik eerlijk tegen je zijn, hè? Mm-hmm. Jij kan ook eerlijk tegen mij zijn? Ja. Die andere meiden van Luf, die zongen helemaal niet. Jij zong? Nee, dat is niet waar. Die andere meiden van Luf, Marg en Patty, zongen wel degelijk. Alleen ik was de enige met een zangachtergrond en met een solostem. Maar er is niet één liedje van Luf geweest waarop zij niet gezongen hebben. Dus dat is niet waar. Ik hoor 1/3 de andere zangeressen, konden andere. Ik hoor alleen maar José Houbé. Compliment, hè? Dit is een compliment. Ja, dat is een compliment. Nou ja, dankjewel, zeg ik dan. Oké. Het liedje waar je zo meteen gaat doen. Want je bent helemaal terug. Je ziet er trouwens stralend uit. Dankjewel. Nou, ik ga niet 1 liedje doen, ik ga er zelfs 5 doen. Daar ga ik van genieten. Wat moet ik dan verwachten van José Houbé? The Good Times. De oude liedjes uit een tijdje geleden die ik eventjes hier weer nieuw leven in ga blazen. Dansbaar? Oh, gezellig. Dat ligt aan de mensen die er zijn. Ik ben 60, dus ik weet niet wat de jeugd van 30 nog gaat doen op mijn liedjes, maar ik hoop het wel. Ik had je hooguit 59 gezegd. Ja, precies. Die grap maak ik zelf ook. Niet origineel. Natuurlijk is het niet origineel. Het regent hier in Kruisland. Ja. Het is het Kruislandse. Waar kom jij vandaan? Je woont in Poppel. Nu woon je. In Poppel? Heb je daar niet gewoond? Nee. Oké. Okay. In Lommel. Lommel. Nee, wat scheelt het dan? Dat scheelt de paletters, maar okay. Verder niet veel. Maar ik woon sinds 2 jaar weer in Hilversum. Wil je daar zijn, het hart van het bruisende tv en radio? Nou, het is wat je zegt. Het is het hart van het bruisende radio en tv. Dus vandaar dat ik daar woon. En ik heb daar veel vrienden en vriendinnen. Mijn zoon woont lekker naast me. En ik heb het daar prima naar mijn zin. Ik ga iets vertellen tegen je. Je hoeft daar niet op te antwoorden, maar ik wil dat wel doen. Mm-hmm. Ik ben er trots op dat ik naast iemand sta. En ik heb heel veel artiesten geïnterviewd. Die op alle landen op nummer 1 heeft gestaan. En miljoenen platen heeft verkocht. Ja. Alle respect voor jou, José Houbé. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel, jij ook. Jouw geheim ligt hier verborgen, net zoals een parel diep in de zee. En het spoor is niet verloren, ik wijs je de weg, dus ga met me mee. Een mooie ster verschijnt door jouw aanwezigheid. Van jouw schoonheid horen. En wat een ander zegt, niet staat jou in de weg. Blijf gewoon je dromen volgen. Want het is tijd, blijheid. Maak nu dit gebaar. Maak het maar. Sandai ladida, sandai. Dit gevoel in mij is zo betoverend. Omdat ik het nu voel en weet wat men bedoelt. Hoe het is om je hart te volgen. Want het is tijd, vrolijkheid. Maak nu dit gebaar. Maak het maar.
Sanna Heer, Noor.